Saiko Hashimoto, 27 jaar inmiddels, en we kennen haar al heel lang van het internationale schaatspodium. Maar een echte grote titel heeft ze nooit gehaald. En haar tegenstander vandaag is Svetlana Bazhanova uit Chelyabinsk, in het Oeralgebied, in de Republiek Rusland dus. Vorig jaar de nationale juniorenkampioene van haar land, dat toen nog de Sovjet-Unie heette. Bazhanova was zevende op de 3 kilometer eerder deze week. En Hashimoto reed beide eerdere afstanden. 12e op de 3 kilometer en ook 12e op de 500 meter. Maar ik kan me niet voorstellen dat Hashimoto vandaag met een opnieuw 12e plaats tevreden zal zijn. De Japans is ook nationaal recordhoudster op deze afstand. 2.03.80. Het begint inmiddels wel een klein beetje te waaien hier in Albertville. De vlaggen die zag u net al wakker in beeld. En dat is natuurlijk nadelig. Rechtsboven in beeld steeds de snelste tussentijd die we tot nu toe gemeten hebben. Nu dus die tijd van Burner. En u ziet dat Hashimoto daar een fractie onder zit. Hashimoto die al 2.03.80 heeft staan, ze kan het dus wel, die 1500 meter, maar de laatste jaren gaat het allemaal niet meer zo makkelijk bij haar. 700 meter tijd, rechtsboven de snelste tussentijd tot nu toe. En Hashimoto blijft daar bijna 0,3 seconden op achter. Hashimoto heeft veel Olympische ervaring. Ze was er in Sarajevo 8 jaar geleden al bij. Werd toen 15e op deze afstand. Maar in Calgary 4 jaar geleden behoorde ze tot de beste 6. Maar ik ben bang dat dat er vandaag niet in zit. Snelste tijd van Burner rechtsboven in beeld. En wat doet Hashimoto? Blijft daar 0,7 van een seconde op achter. En het ziet er ook allemaal niet meer zo vloeiend bij eruit. Ik denk dat ze gewoon minder kracht heeft dan in haar topjaren. Toen was het een mooie soepele beweging en het is nu, je kunt dat goed zien hier, houterig en schokkend. En dat constateren is het niet zo verwonderlijk dat Hashimoto voor het eerst sinds een lange reeks van jaren dit seizoen onttroond is als de nationale allround kampioene van Japan. De titel die een maand geleden werd opgeëist door Mi Uehara. Eindtijd van Saiko Hashimoto, voorlopig de tweede. 2.06.88 voor de Japans. Ik vind dat een goede tijd voor haar. Bazhanova met 2.07.81 blijft niet ver achter, precies 1 seconde. Het is geen tijd die goed zal zijn voor eremetaal. Maar ik denk dat Hashimoto met deze eindtijd tevreden zal zijn over haar prestatie op de 1500 meter. In haar rit tegen Svetlana Bazhanova.